Dit is de aftrap op GRK. Ja, straks nog meer nieuws vanuit de Kaarsie Genk fanshop, want David is van alles van plan en hij vertelt er straks nog ietsje meer over. Maar eerst schakel ik al eens een eerste keer over naar de Crystal Arena, want ze zitten er natuurlijk weer klaar voor. Ja, een gloednieuwe trainer, wel een aantal mensen die ze moeten gaan missen, maar wie komt er nu uiteindelijk op het veld te staan? Dat vraag ik heel erg graag aan Jon en Guy. Goedenavond. Goedenavond, Hadering. En ook welkom in onze uitzending. Ja, Racing Genk voor zijn thuismatch tegen AA Gent. En laat AA Gent nu net de ploeg in vorm zijn van het begin van deze competitie. 10 op 12 samen met Anderlecht aan de leiding. En dan moet je als kwakkelend Genk dit AA Gent ontvangen. Het zal voorwaar geen gemakkelijke opdracht zijn. Wie gaat er spelen? Wie moet die opdracht vervullen? Bij AA Gent in het doel Mats Zelfs. Verder Karim Bellocine, Mahamadou Habibou, Laurent de Poitre, Renato Neto, de kapitein bij agent Sven Kums. Dan Brecht de Jagere, Nana Azare, Thomas Fouquet, Rami Gerson en Daniel Milicevic. Op de bank Brian van den Busche. Dan verder Scapini, Zolotic, Oussala, Raman, Pulic, Van der Brugge en Le Poin. Dat zijn 8 namen waarvan er nog eentje zal moeten afvallen, want je mag namelijk maar 7 mensen op de bank hebben. Ja, inderdaad. Dan de trainer Hein van Azenbroek, is ook een oude bekende voor dit Racing Genk. Heeft hier een tijdje de scepter gezwaaid met iets minder succes, maar hij bewijst zowel bij Kortrijk als nu bij AA Gent dat het een hele goede trainer is. Dan voor Racing Genk. In het doel Laszlo Kudeles. En dat mag eigenlijk geen verrassing meer zijn nu. Want na de voorbije 4 wedstrijden ging het toch met Marco Bizot niet de goede kant op. Dus Laszlo Kudeles heeft zijn plaats onder de lat opnieuw veroverd. Dan Kara Mbodji, Katuku Chimanga, Julien Gorius, Anele Ngonga. Dan Thomas Buffel, de kapitein bij Racing Genk. Sekou Cissé. Dan Christian Kabasele, Bernard Komorzi, Tornike Okriashvili en Ilombe Mboyo. Op de bank Marco Bizot als reservedoelman nu. Dan Sergej Milinkovic, Benji de Keulaar, Siebe Schrijvers, Pieter Gerkes, Sandy Walsh en Timothy Castagne. U mist de namen van Brian Hamelainen, die is geblesseerd. Evenals de spits Jelle Vossen, die had deze week op training een voetblessure opgelopen. En heeft de laatste training moeten verlaten. Dit althans wat ons gezegd is. De trainer van Racing Genk, vooralsnog voor deze wedstrijd, Pierre Denier. Maar ik ben er zeker van dat het nieuws over de nieuwe Genkse trainer al tot in de huiskamers is doorgecijpeld. De nieuwe Genkse trainer wordt Alex McLeish, een Schotse ex-international. En de mopjes zijn er al, er komt schot in de zaak. Er komt schot in de zaak en laten we voortaan maar een whisky of wel een scotch drinken. Goed, dat zijn de grapjes die ervoor verteld worden, maar aan McLeish de moeilijke taak om dit Racing Genk opnieuw op de rails te krijgen. Hij is ook nog een tijdje bondscoach geweest van Schotland. Met meer of minder succes, 55 jaar. Dus van hem wordt verwacht dat hij hier in de Crystal Arena weer orde op zaken gaat stellen. Maandag zou er een persconferentie zijn om de nieuwe trainer voor te stellen. Tot zover het communiqué dat wij voor de wedstrijd hier gekregen hebben. Ja, en dan moet ik nog vertellen dat Nicolas Laforge de scheidsrechter is voor vanavond. Bijgestaan door Karel de Rokker, what's in the name. Dan Nicolas Ponsaar en Jury van de Velde is de vierde scheidsrechter. Genk staat daar beneden in die rangschikking, dat zijn we niet gewoon, met 3 puntjes op 12. En daar zou dringend verandering in moeten komen. En laat dat, zoals ik in mijn aanleg al zei, net tegen AA Gent moeten gebeuren, de ploeg in vorm. Maar goed, niets is onmogelijk natuurlijk. En een 3-punter die zou natuurlijk heel wat kunnen losmaken hier in de Crystal Arena. Zowel op als naast het veld. De toeschouwers sijpelen langzaam binnen. De tribunes zijn al wat mooi bezet, maar er komen er al sinds in die laatste 6-7 minuten nog een heel aantal bij. Goed, dit was wat wij u te melden hadden vooraf aan deze wedstrijd. Hopelijk is de rest van de wedstrijd ook zo positief als deze opstellingen van de ploegen.
en de bijbehorende informatie. We gaan er heel even uit en binnen een minuutje of 6-7 wordt er hier afgetrapt in de Kristal Arena tussen Racing Genk en A.A. Gent. Van hieruit even terug over naar de studio.